Dit was vroeg die ochtend toen mijn foon lei. Toen ik antwoord, hoor ik die stem is dringend. Johan, kan ons vandaag mekaar zien? Kan ik met jou afspraak maken? Nou, ik kijk so vinnig deur my dagboek en daar is een gaaikie, so ons maak een afspraak vir later die ochtend. En toen hij zo bij mijn kantoor instapt, toen hij mij zo groet, toen zei hij dadelijk voor mij: Johan, hoe kom is dit zo? Hoe kom doen ons dit aan mekaar? Nou, jy kan jezelf denken, ik was redelijk uit die veld geslaan en dit het my een rukkie gevat om achter te komen, wat is dit wat achter hierdie zwaarmoedigheid lee? Maar toen kom ik achter, dit gaan oor die onderlinge verhouding tussen gelowiges. Want jy sien, ons weet mos, dat ons as gelowiges is veronderstel om daar te wees vir mekaar. Ons is veronderstel om mekaar aan te moedig en mekaar bij te staan, om mekaar sy rug so bietjie te beskerm en as een val behoort ons mekaar op te help en ons behoort mekaar, in plaas van om te veroordeel, behoort ons mekaar aan te moedig. Maar hy sê toe vir my, Johan, maar dit voel vir my dis die ander kant. Dit voel vir my asof ons as gelowiges eerder die ouens is wat mekaar seer maak, wat mekaar afbreek, wat mekaar veroordeel en vertrap en sleg sê en dis waar liefdeloosheid is en ons is hard teenoor mekaar en ons mag nie een fout maak nie en ons is net reg om mekaar te kap. Dis hoe dit vir my voel, sê hy vir my. En natuurlik kon ek vir hom sê, daar is ook een ander kant, daar is gelowiges wat reg vir mekaar lief het en mekaar aanmoedig en aanspoor. Daar is geloofsgemeenskappe waar die liefdeshaat, die onvoorwaardelike liefdeshaat van Jesus gesien word en waar daai ruimte geskep word. Natuurlijk is dit daar, want dit is wat Jesus vir ons leer. Ek denk dan maar aan Johannes 13 vers 35 waar Jesus sê, as julle my lief het, sal allemaal weet dat julle my disciples is. Natuurlijk is dit daar. Maar ongelukkig moes ek ook erken dat dit wat hy beleef het, daardie kant wat hy beleef het, van uit mekaar geskeerdheid en vertrap en die son nie oor die ander een sien skyn nie, is ongelukkig ook baie duidelik sigbaar. En kom ons wees nou maar met mekaar vandag eerlik, dat ons as gelowiges, ons wat sê ons is disciples van Jesus, ons kan nie vir die wêreld van Jesus se liefde vertel en Jesus se vergifnis en Jesus se genade en Jesus se omgee en sy omarming vertel as die wêreld dit nie eens in ons verhouding met mekaar kan sien. Hoe kan ons vir die wêreld vertel van Jesus wat ons verander as hulle nie die verandering in ons sien? Kom ons vraag vir mekaar vandag die moeilike vraag. Is daar medegelowiges? Ons praat van medegelowiges. Is daar medegelowiges wat in my en jou dalk eerder die harde kant sien? Wat in ons dalk die veroordelende kant gesien het? Waar ons mekaar roer oor foute wat gemaak is? Waar ons mekaar nie aanmoedig nie? Waar ons mekaar nie ophelp nie? Waar ons nie vir mekaar daar is nie? Waar eerder vir mekaar vertrap? Is daar iemand wat die Heilige Gees nou in jou gedagtes wakker maak? Misschien is dit tyd om naar die persoon toe te gaan en te sê, skies, ek het iets van myself vir jou gewys, en dis nie die liefde van Christus nie. Gee my kans om reg te maak. Want ons as gelowiges, dis wat die ruimte is, waar mense Godse vergifnis, Godse liefde, Godse genade moet kan ervaar. Ons as gelowiges moet daai ruimte skep. Lek dit in jou lewe. Lewe met 'n rede bediening word moontlik gemaak deur die vriendelike eienaars en personeel van die volgende besighede.